KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom bij speelronde 1, oftewel ja, speelronde 9 eigenlijk in de Eredivisie, maar speelronde 1 in de E-divisie. De Rotterdamse derby, Excelsior tegen Sparta, Lef tegen Levi. Excelsior, we zien hier een redelijk team, of niet, Mattie? Dat is een geweldig. Ik zag gelijk Mbappé. Ik zie hier een heel lekker. Dat is een gevaarlijk mannetje, hoor. Zeg maar. En een Eike midfield, ja. Gullit, Vieira, Petit. Dat is zo gek nog niet. We gaan nu beginnen met de Rotterdamse derby. Levi tegen Lef, om het nog even lekker makkelijker te maken, die namen. En dan is Sparta hier die aftrap. Natuurlijk, zoals ik al zei, de huurling van Ajax eigenlijk. Dat is ook weer nieuw in de Eredivisie. Ik ben benieuwd wat er van gaat komen. Wie denk je eigenlijk dat het gaat winnen? Gewoon even een. Ja, ik heb geen idee wie het gaat winnen. Als je kijkt naar de uitslag van vorig jaar, ja. Toen werd het 2-1 voor Excelsior. Maar toen hadden we. Was het Excelsior? Jongen, dit klopt niet. Je hebt het verneukt. Deze ding. Je hebt Excelsior, heb je Frank staan. Maar, dat klopt toch niet? Zou ik je wat vertellen? Het doet er ook helemaal niet toe. Want de twee e-sporters die nu bij de Rotterdamse club spelen, die spelen allebei niet meer in de PlayStation-competitie. Want zoals jullie misschien weten, we spelen een Xbox-competitie in de PlayStation-competitie. Dus dit is de PlayStation-competitie. En die zien we vorig jaar dat Frank bij Sparta speelde en Danny bij Excelsior. En Danny heeft natuurlijk de transfer gemaakt naar Utrecht. En Frank, die speelt waarschijnlijk op de Xbox. Daar durf ik nog geen zekerheid over te geven. Maar in ieder geval nu Lef, dus uitgeleend van Ajax tegen Levi Frederik. Ook al een speler die al wat jaartjes meegaat. En we gaan hier. Ja, je hebt die Levi gezien, zei je. Ja, klopt. Niet op de stoker nu, maar die heeft meegedaan met het pack. Hij ligt er al gewoon in. 8e minuut is de eerste keer dat hij voor de goal komt. Is het Grizzly? Ja. Dan moet hij eigenlijk die celebration gooien. Ja, en ze stoppen ermee. Ze skippen hem. Ze blijven gefocust. Maar wat ik wil zeggen, dat Levi Frederik, als ik het goed heb, was ook bij het toernooi om de e-sporter te worden van PEC Zwolle. Ze hebben uiteindelijk toch besloten om een regional als e-sporter. Oh, maar hij was al de beste. Hij was niet de allerbeste, maar hij deed wel met de top mee van dat toernooi. Dus toen zag je wel dat hij aardig FIFA kon spelen. En het is sowieso volgens mij wel een speler die wat tijdjes meegaat. Hij heeft ook al wat grote toernooien gespeeld, als ik me niet vergis. Dus, Ik hoop maar dat het klopt inderdaad, anders sta je echt van lul weer, Bas. Gaan mensen dat nu ook nachecken? Nee, dat zou best eens kunnen. Okay, in ieder geval, hij is wel beter in het begin. Ja, je ziet toch dat leven. Ken je dat verhaal van die Lef? No. Of in ieder geval, hij was al een goede speler, maar had toch die bij dat Ziggo-toernooi. Dat moet je er even uitbiepen, want dat is denk ik een concurrent van de sponsors. Kutzooi, die gaat er bijna in deze bal. Maar in ieder geval, het was een toernooi in Nederland laatst. En toen, toen mocht er één fan meedoen in dat toernooi, instromen. Als je iets van de 128 won of zo. En toen won hij al. En toen eigenlijk deed hij het ook best wel goed. Ik weet niet of Ajax hem op hoe de basis daarvan. Schaal van 1 tot 10. Hoe goed ik deed zou hij zeggen 9,5. Okay, nee, 7. Dan. 7. Oké. Decent. Maar ik heb ook vernomen dat hij best wel 2 tegen 2 speelt met Dani, als ik me niet vergis. Tegen wie? Welke andere 2? Tegen Koen? Tegen 2 andere. Oké. Ik zei ook gewoon online. Maar online, oké. Maar goed, schijnt als je dat goed doet, 2 tegen 2, dat je er echt nog beter in kan zijn dan alleen. Maar dat geloof ik niet. Maar dat zegt Raoul altijd. Ik kan dat ook niet geloven, denk ik. Ik kan niet geloven. Dat de rest staat. Maar goed, we hebben hier Valencia op de rechtsback en Pogba. Oftewel Paulus Pogbanus, ook wel genoemd. Naar wie Alaba op de linksback. Het is toch wel een sterk team van Excelsior. Maar als je dan kijkt naar die van Sparta, dan denk ik toch van nou, kan iets minder. Maar goed, we tikken hier even lekker door met Dembele. We hebben Mbappé, Martial, Mbappé, Griezmann. Griezmann gaat er weer langs. Hij ligt erin. 2-0. Lekker meenemen. En dan is het. En dan gaat hij weer doen, gaat hij weer skippen. Ja. Hij is goed, man, die Levi. Even serieus. Levi die gaat aardig op stoom. Maar, Dit is sowieso. Het is echt. Het is, laat maar zeggen, lastig. Want je wordt gedurende het jaar toch een stuk beter. In het begin is het allemaal wennen voor iedereen. En kan echt super anders zijn aan het eind van het jaar. We zien het misschien iets later, maar deze jongens hebben net 2-3 weken FIFA. FIFA 18. Op het moment van spelen wel, Op het moment van spelen natuurlijk hebben ze een paar weken FIFA. Dus ze moeten net misschien nog even die puntjes op de i zetten misschien in het team. En de een is dat beter in het begin dan de ander. Ja. Het kan zo zijn dat Lef over een tijd misschien wel beter is. Maar goed, we praten nu alsof Excelsior heeft gewonnen. Ja, dat is natuurlijk nog lang niet zo. Maar hij is wel de bovenliggende partij. Dat nog wel. Dus het zou zomaar eens een Jantje kunnen worden. Maar hij heeft ook een mindere team, toch? Ja. Dat is het mooie eraan. Hij heeft geen één icon. Vind je dat mooi? Kijk, dat de underdog misschien wel papier, daar ben ik wel een beetje van, ja. Ja, daar hou ik wel van. Vidal in de maar gaat die bal? Ik denk dat hij de bal niet meer weg gaat geven, dit potje. Wat mij opvalt is dat Alaba heel vrij is dan een keer. Dat is niet slim, want die kan wel ballen, heb ik gehoord. Die kan aardig ballen. Kijk, Pogba is even dan ook nog. Oftewel Pogba. Naar Valencia. Ik heb gehoord dat hij dit jaar ook best wel OP is. Hij gebruikt echt zijn spelers. Hij komt gewoon niet aan de bal. Hij speelt de balbezit.
Dan gaat hij hier combineren. Griezmann, Mbappé. Mbappé, die legt weer terug op Griezmann. Gaat een hat-trick maken. Die maakt hem gewoon. Hij maakt een hat-trick. Hij maakt gewoon een hat-trick. En dan gaat hij weer skippen, die celebration, denk ik. Ja. Doet hij goed. Doet hij dat expres gewoon los te naaien. Ik heb het idee dat hij haast heeft. Heb jij niet even serieus. 3-0. Keer Griezmann. Maar de vraag is dan, hoe zal Ajax hier naar kijken? Ja, hoe zal Frank hier naar kijken? Dat vraag ik mezelf af. Ja. Ik hoop dat we Frank nog wel gaan zien, inderdaad. Niet dat Lef slecht is of iets in die geest. Ik zie hem pas 30 minuten, maar kom op, Frank, weet je wel. Het zijn verrijkingen voor de E-divisie natuurlijk. Wat zei je? Het zijn verrijkingen voor de E-divisie. Dat zijn toch wel de verrijkingen, ja. Kijk, we hebben natuurlijk al met verdriet afscheid genomen van Ian. Ja, dat deed echt pijn voor mij ook voornamelijk. Ja, wat is er mee dan? Wat dan? Gewoon, dat was een leuke jongen, toch? geel. Wat is er? Oké, Bas. Wat? Was er een overtreding? Nee, we hebben natuurlijk al afscheid genomen van Ian Terschuur, omdat Go Ahead Eagles gedegradeerd is. Dat is eigenlijk raar, hè? Bijvoorbeeld, stel je voor, je doet het supergoed in de E-divisie. Ja. Je wordt kampioen. Ja. Maar de echte club degradeert. Dat is toch eigenlijk best wel zonde. Zou het ook misschien een reden zijn voor Danny om toch naar Utrecht te zijn? Ja, dat zou best wel een reden kunnen zijn, want Utrecht lijkt erop alsof ze niet gaan degraderen. Nee, niet, dus, maar misschien Excelsior. Excelsior wel. Zou, dat is toch wat minder zeker in de toekomst. Dan kun je wel als, gewoon toekomst opbouwen inderdaad in deze wereld. Toekomstperspectief. Dat klinkt echt mooi, hè? Ja, dat zei je echt goed. Dit is een variantje, hoor. Variantje? Variantje. Nee, die heeft hij al geregeld, variantje. Maar we gaan hier even kijken, want Levi en Lef, jongens, wat een naam. Het wordt dus ook niet makkelijk gemaakt. Hoop je nu op het aansluitingstreffertje, de 3-1? Die gaat denk ik misschien wel komen nu, Vieira. Want er wordt toch al druk gezet. Ronaldo en die is zo ongelooflijk. 3-1. Hoezo schiet hij die bal zo? Laat maar zeggen, niemand zou hem zo schieten en hij gaat er zo in. In die zin van... Maar Lef wel. Ja, die gast heeft Lef. Oh, we hebben even kijken, we hebben hoeveel minuten gewacht op deze grap? Ik denk een minuutje of, 39 ongeveer. Jij zit er wel heel de tijd mee van, ik ga het niet maken, die is te simpel. Deze kneus doet het gewoon. Zeg jij Griezmann of Griezmann? Even voor ik zeg Griezmann. Griezmann, oké, dan zeg ik ook gewoon Griezmann. Griezy. Ik weet niet wat het officieel is, hadden we eigenlijk moeten factchecken. Eigenlijk moeten we, zullen we misschien een wedje leggen of we misschien nog een doelpunt van in de eerste helft? Zullen we dat doen? Nou, ik denk van niet. Ik denk het ook niet. Oké, dan zitten we niet. Ja, waarom leggen we dan een wedje? Mbappé, daar gaat hij. Mbappé, Dembélé. Mbappé, Griezmann. Je hebt toch Franse voorouders, jij? Klopt. Je oom heet ook Frans. Ik probeer me te verlagen dat jouw woordgrapniveau, maar dat... Nee, dat moet ik niet doen. Ik ga even serieus. Mijn vader die heet wel Henri. Dus dat is misschien, Thierry, hè? Thierry Baudet. Oké, goed. We wijken even af. Hier is Sparta weer in de aanval. Die zoekt de 3-2. Maar ik denk dat het toch gewoon rustig 3-1 gaat blijven, ook in de rust. En dat duurt niet heel lang meer. We hebben hier Sparta en Balmzin met Griezmann. Aan de andere kant die is Petit, oftewel Klein. Die speelt weer terug op Griezmann. Er zijn toch veel Franse voetballers die domineren in FIFA 18. En wie Ronaldo, dat is natuurlijk geen Franse speler, een Portugese speler, maar dan weet je. Je hebt echt veel voetbalkennis, jongen. Ongelooflijk, je schudt al die feitjes eruit. Ik heb het hele register even erbij gepakt van welke spelers en welke. Maar je leest het ook op, je weet het helemaal niet uit je hoofd. Oh, maar dan zou je niet vertellen. We hebben hier van Dembélé, die komt ook uit Frankrijk. Wist je dat toevallig? Nee. En we hebben hier de scheidsrechter, die komt niet uit Frankrijk, maar die fluit even voor de rust. Kijk naar die schoten, dat is echt zo bizar aan e-sport. Dus ik heb er altijd 24 schoten en dan gaat er 1 in. Dus ze hebben er gewoon... Ja, schiet gewoon alles erin. Zij kunnen wel verdedigen. Zij kunnen dat ook wel FIFA. Excelsior wel meer balbezit qua schoten en schoten op goal verschilt niet heel veel. Kijk, wat ze ook ik zie dat Griezmann een 10 loopt. Ze kijken ook altijd even naar de scores al in de rust van de spelers. En dat doe ik eigenlijk ook nooit. Dan kan je ook zien welke speler goed speelt. En kunnen ze daar op basis daarvan wisselen? Ja, misschien, dat weet ik niet. Misschien dat ze dat in beschouwing nemen. Zeg ik dat goed? Of niet? Dat zei je goed, ja. Oké, dankjewel. Ik zie ook veel 4-2-3-1, of in ieder geval ik zeg 1 iemand met 4-2-3-1. Dat is een formatie die dit jaar eindelijk weer eens een keer goed is. En er wordt een fout gemaakt achterin. Gullit is weg. Gullit, goal. Oh nee, toch niet. We hebben hier Nooyen. En we hebben hier een corner. Vorig jaar heeft Nooyen een goaltje gemaakt in de E-divisie, weet je dat nog? Ja, dat weet ik zeker. Dat was helemaal bizar. Oh is. Eventjes, jongens. Ik zie ze niet verblikken of verblozen. Ze zijn gewoon helemaal geconcentreerd. Vorig jaar hebben wij nog menig e-divisionist hebben we even afgeleid. Ja? Ja, dat was niet mijn bedoeling. Nee? Wil je daar nog even sorry voor zeggen? Ook? Sorry nog voor iedereen die ik afgeleid heb vorig jaar. Ik weet niet wat Mbappé nu gaat doen. Ik kan me nog wel een wedstrijd herinneren. Dat was PSV AZ. Het spijt me. Ik zit nu geïsoleerd en volgens mij kan niemand me horen. Volgens mij versta jij me zelfs niet. Dat scheelt. Dat maakt niet uit. Ik versta je wel, hoor. Helaas wel. We hebben hier Gullit en die gaat hem spelen op Ronaldo. Ronaldo die gaat hem toch
Gullit heeft best goed gespeeld afgelopen jaar. Hij heeft gewoon weer een upgrade gehad. Hè. Het is echt bizar dat ze dat gewoon elk jaar zo actief blijven doen. Oh, wat een goede prank. Maar wel, wel prank. Ze hebben hem niet geüpdate qua kapsel. Dat vind ik een beetje jammer. Dat is een snor. Een snor. Snor, ja. Snor, ja. En we hebben hier Vieira. Die speelt hem op Gerrit Beel. Excelsior speelt wat zenuwachtiger. Ja, of je kan het ook van de andere kant kijken. Ja, hij heeft meer lef. Jongens, jongens, jongens. We hebben hier lef die natuurlijk meer terug gaat zetten met Patrick Vieira. Die speelt hem op Gerrit Beel. Carvajal. Gullit. Ze spelen elkaar ook zo aan in de dekking. Maar toch, op een of andere manier gebruiken ze die knoppen zodat ze die bal in bezit houden. Ik vind het echt bizar. Strak inspelen, zeg maar. Harde pas. Ja, op de voorvoetjes. Op de voorvoetjes blijven staan. Die aanname is belangrijk natuurlijk. En dan hebben we hier Valencia weer. Dat is toch een rechtsback die we misschien wel meer gaan zien in deze FIFA 18 Ultimate Team. Lage defending, dat wel, maar wel snel. Nou, als je Walker kan betalen, ga je toch voor Walker? Nee. Ik heb Valencia aan mijn team. Ja, omdat je hem gepackt hebt. In vorm. Ja, omdat je hem gepackt hebt. Ja, maar ik had hem anders alsnog gekozen, denk ik. Nee. Oh, oké. Okay, nou, bedankt dat je dat voor mij beslist. Het gaat gewisseld worden. Ik even kijken. Is er ooit geracequit in de geschiedenis? Ze gaan weer kijken naar die ratings, zie je dat? Doen ze dat echt? Kijk. Maar wel, kijkt hij ook welke speler van hem slecht is, ja. Zoals Petit. Die zat in 6,5, laatste van het hele veld. Oh nee, Neuer zat de laatste. En zijn twee aanvallen staan gewoon een 10 van Levy. Die gaat hij er denk ik niet uithalen. Deluveu? Waarom heeft hij echt een rare... Eder? Die heeft nog wel eens een EK-finaletje beslist, kijk, heb ik gehoord. Maar als je nou een slecht overal rating wil hebben, want dat werkt misschien, dat zijn natuurlijk de myth. Ja, dat werkt niet. Dat schijnt alleen te werken omdat je skillpunt... En dat heb ik gehoord van Quinten van Feyenoord. Die zei dat je skillpunten gaan er omhoog in de... Weekend League. Dus dan kom je makkelijk een hoger rank. Vieira heeft de bal. Ja. Maar... Wat een verhaal. Ik wilde vertellen. Heeft iemand ooit als geracequit in de E-divisie? Nee. Nog niet. Dat ik weet ook niet of dat mag. Ik dacht dat je dan mag. Ja? Ja. Nee, natuurlijk niet. Want dan beïnvloed je competitie toch? Dat is wel waar, hè? Maar dan wordt het een 3-0. Wordt gewoon 3-0. Als jij 6-0 achter staat. Ja, dat klopt. Wat gebeurt er dan? Ja, maar dan mag je het echt ook. Maar dan sta je gewoon voor lul. Dat wil je niet. Als je waardigheid gaat er dan schade aan. Schade van het imago ook, ja. Ik denk dat je club, als je dat doet, dat je club dan niet heel blij is. Kom op! Kom op daar. Ik wil even een leuk spannend slot nog zien. Schiet die 3-2 er even in. Ja, we zijn nog maar op de 65e minuut, hè? Ik heb zo vermoeden dat Vieira was... Wist je dat het lammer zegt die overige... Ronaldo, daar is hij weer, Ronaldo! 3-2. En dan staat de paal te... Staat de paal dansen, dat is gek. Ja, dat is gek. En dan gaat hij. Sorry, verbaasd als hij dat echt deed. Je hoort hem ook, hè? Je hoort hem, dat is ziek. Dat is ziek. Ziek, ja. Oké, ik heb het 3-2. Idee dat... En dan gaat Lef voor de aansluitingstreffer natuurlijk. Lijkt me niet dat hij voor de 4-2 achter kan. Dat is ook een beetje gek natuurlijk. Maar dit was de aansluitingstreffer. Oh ja, dat... Tegelijkmaker gaat hij nu voor. Dat is inderdaad waar. Ik ben even niet bij. Ik moet nog even wakker worden. Het is natuurlijk vroeg op de morgen natuurlijk. Je was natuurlijk weer te laat een half uur. Ja, dat klopt. Nee, dat is niet waar. 20 minuten. We gaan door met Sparta Rotterdam. Met Gerrit Beel. Ronaldo. Die gaat de flank opzoeken. Er zijn weinig die mensen. Die man is weer zo frauduleus, hè, die Ronaldo dit jaar. Ja, hij is zo goed. Het is echt ongelooflijk. Als je dan Beel ziet stuntelen in de 16 en je vergelijkt hem met Ronaldo. Ik heb gehoord dat Beel best wel goed is in deze game. Ja, hij kan ook wel voetballen. Ik heb niet gezegd dat hij er niks van kan. Hij kent er wel wat van, weet je. Maar kijk, weet je wat ook zo leuk is in Rotterdam? Nou. Deed gewoon een pambami. Nee, dat gaan we niet zeggen. We gaan kijken naar de gelijkmaker van Beel. Oh. Komt natuurlijk uit van zijn rechter. En dan zegt de verdediger goodbye. Pardon. Kan deze eruit geknipt worden? Nee, dat kan helaas niet. Nou, de van Beel die rechterkant is, dus hij zit elke keer met zijn rechter te schieten en te voorgeven. Dat moet te voorgeven. Ja, dat komt niet echt goed uit, nee. Hier is Martial, die is ook aardig op hier voor zijn rating, heb ik vernomen. Ja. En Mbappé zijn toch die Franse jongens, hè? Maar Mbappé. Mbappé. Mbappé heeft een lage rating, maar hij kost wel gewoon 200-300k of zo. Dus om te zeggen dat hij OP is, dat weet ik dan ook weer niet. Gaat hij dan weer naar zijn... Ja, maar juist omdat hij OP komt is... Komt hij, Gullit! Oh! Gullit! Nee, juist omdat hij zo OP is, is hij zo duur. Het blijft toch raar om die legends in van die shirts te zien. Of Ronaldo in een Sparta shirt. Dat is toch mooi. Maar ja, dat is de eeuwenoude discussie, hè? Ik zag laatst toevallig even off the record. Ik zag een interview met Absalom Warkel van FC Groningen. Ja. En toen hadden ze natuurlijk... Jij was laatst met hem. Laatst? In Groningen. Toen heb je Ron Jans ook gezien. Ja, legend Ron Jans. Maar nou wijken we misschien iets te veel af. Maar wat ik wil zeggen, is dat het wel grappig was. Want hij had natuurlijk Suárez in zijn team. En dan was Suárez weer in een FC Groningen shirt. Ja, dat is tof. Maar dat past ook. Dat is mooi. Je kan ook een... ander shirt aan doen, waar Suárez niet heeft gespeeld. Ja, dan staat het weer niet. Hetzelfde als je Botteguin zeg maar weer in Zwolle shirt ja, dat aandoen. Zou best wel kunnen. Want Erik is in Zwolle nou. Is Botteguin nou gebruikt in deze E-divisie? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Toch goede 80 heading heeft hij volgens mij. Goede peso.
Oh nee, dat niet. Die is Vidal met Griezmann op Ronaldo en dan... Oh nee, is Mbappé, sorry. Dembele met een McGiddy-spin, daar hou ik persoonlijk van. En dan gaat hij met zijn rechtervoet... Jij was een McGiddy-spin gedaan in de wedstrijd, hè? Ja, klopt. Die kunnen we ook helaas niet erin knippen. Nee, dat zou ik ook maar niet doen. Nee. Die ging viral, hè? Hier is Ronaldo weer. Die gaat afkappen, gaat hij naar binnen. Dat is natuurlijk een truc wat we vorig jaar veel zagen. Een fake shot en dan stilstaan. Gullit in met een schot en dan is het Neuer die... Ja, Lef verdient die gelijk maken nu onderhand, ja, hoor. Ja, 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 wel. Maar het is de 85e minuut. Hoe heeft hij ooit die goals weg kunnen geven? Is dat spanning of zo geweest? Misschien toch... Hij is eigenlijk vanaf de 3-0, bij de 3-0, ja, is hij eigenlijk gewoon nergens meer geweest. Was na 40 minuten of 30 minuten al 3-0, als ik me niet vergis. Ja, daarnaast... Ja. Ja, dan heeft hij toch wel enigszins weggegeven. Maar hij staat natuurlijk nog wel voor met Alaba hier op de flank. Die nu wel iets meer gedekt wordt door Gullit. Nou, hier Griezmann op de one and only Mbappé. Mbappé is zo slap dat je niet... Ik vind kwalijk kan nemen voor iemand fijn. Van 18. Vind je hem niet fijn? Nee. Hij is echt super snel, maar hij is echt heel slap. Dan gaat hij op zijn knieën als je hem een klein zetje super geeft. Snel? Valt het mij wel mee, hoor. 90, maar hij is echt zo'n... Ja, 90 snel, hè? Ja. Oh. Oké. Je bent weer slecht op de hoogte, Bas. Oké, nou ja. Ah, ik ken mensen die sneller zijn. Bas Zoals? Bas van Velsen. Hey, ik hoor net dat de verlenging gaat komen in 2 minuten. 2 minuutjes komen erbij. Dit jaar is elke keer korte blessuretijd. Hè. Dus wat minder gescoord in de 90ste minuut. Wat sowieso beter is, want anders komt er elke keer een echte... Ja, er wordt al... Er wordt al bijna gefeest hier door Levi. En dan gaat hij nu doen. Hij maakt hier... Hij wint gewoon zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. Levi, ken jij persoonlijk? Je hebt heel veel wedstrijden tegen hem gespeeld. Het is ook een nieuw gezicht, maar je wist dus wel wat je van hem moest verwachten. Ja, ik ken hem heel goed. Ik wist precies hoe hij ging spelen. Hij ook van mij. Dus het was wel een beetje van kijken hoe het uitpakte. En helaas kwam ik heel vroeg op 3-0 achterstand. Waardoor het dan heel lastig wordt om nog te winnen of zelf een punt te pakken. Maar ik ben wel tevreden hoe ik ben terug. Ik sta hier als Levi, nieuw gezicht in de Eredivisie. Voor Excelsior kom je uit. Je bent internationaal best al een bekende naam. Ja, dat klopt. Ik ben al meer dan 7 jaar, denk ik, ongeveer nu op hoog niveau FIFA aan het spelen. Nederlands kampioen. Ik ben naar WK's geweest. Vorig jaar de regionals in Madrid, dus... We hebben niet met zomaar iemand te maken hier. En je eerste wedstrijd ging verrassend goed. Je kwam 3-0 op voorsprong tegen Lef. Je zei het net al, Lef en jij hebben vorig jaar een aantal potjes gespeeld tegen elkaar. En nou, wat Lef dan in een eerder interview zei, dat het allemaal redelijk tegen elkaar opging. Maar nu kom je 3-0 voor en gaat het nog bijna helemaal fout? Ja, het is gewoon, ik kom 3-0 voor en dan denk je dat je alles in handen hebt. En dan uit het niets scoort je eigenlijk 3-1 en dan gaat hij er weer in geloven. En dan denk je bij jezelf, zou ik doorgaan met aanvallen of zou ik het dicht houden? En door die twijfel kwam hij steeds beter erin. En dan op een gegeven moment is er bijna geen houden meer aan en was ik de controle eigenlijk goed kwijt. Denk jij dat jij meer druk op je schouders hebt omdat je nu een soort van 2 clubs aan het vertegenwoordigen bent? Nou, je hebt altijd wel druk op je schouders, denk ik. Maar ik voel me gewoon goed eronder. Ik wil voor mezelf gewoon goed presteren. Natuurlijk ook voor de clubs, maar het is niet een extra druk omdat ik ervoor... Weet je, ik vind gewoon dat ik bij de top van Nederland hoor. Dus ja, uiteindelijk wil ik gewoon meedoen voor het kampioenschap eigenlijk. Dat is gewoon... Nou, na de eerste ronde sta je in ieder geval in de top van de Eredivisie. Gefeliciteerd. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de Eredivisie.